Goedemorgen, welkom bij Tiny House Groeden. Mijn naam is Roel. Ik heb het allemaal mogen bedenken. We staan hier bij het huis en de tiny houses. Ik wil u vandaag belangrijke instructies vertellen over hoe je in het huisje kan komen. En ook hoe de pelletkachel werkt en de airco. Dus luister vooral even het filmpje af. En om te beginnen, hier is de parking voor 2 auto's. En daar kunt u nog een 3de auto parkeren. Nou, we staan hier op de patio van het eerste huisje, Wood & Fire. Die heb ik als eerste gebouwd. Dit is de entree en ik laat je nu even het sleutelkastje zien en hoe die open moet. Kom maar mee. Nou, het sleutelkastje zit hier rechts van de kachelpijp. De sleutel die kun je krijgen door deze naar beneden te doen. En dan de juiste code in te toetsen. De cijfers moeten in het midden staan. En dan links is een pinnetje en die kun je naar beneden doen. En dan kunt het klepje naar boven, naar onderen. En dan kun je de sleutel pakken. Nou, welkom. We staan hier nu in het huisje Wood & Fire. Ik wil jullie iets uitleggen over de pelletkachel. Een hele belangrijke, zeker nu het wat kouder is. De afstandsbediening ligt meestal hier. Soms ook wel eens daar. Of misschien wel eens in de kast. Deze is voor de airco. Die hebben we nu niet nodig. En deze is voor de pelletkachel. De pelletkachel werkt dus op de afstandsbediening. Er zijn ook een paar knoppen achter de kachel. Maar daar moet je eigenlijk niet aankomen. Het gaat echt met de afstandsbediening. Ik ga hem nu als eerste aanzetten. Dat doe je door de knop op de achterkant. Moet je hem iets langer ingedrukt houden totdat hij piep zegt. Je hoort een piepje. Dat betekent dat hij aangaat. En dan kan het echt wel een vijftal of een tiental minuten duren voordat hij daadwerkelijk een vlam gaat geven. De kachel is lekker aan het branden. Die staat nu een klein minuutje staat die aan. Dan is het ook belangrijk, mocht je beslissen om ineens weg te willen, en hij brandt nog maar net, om hem toch een kwartier minimaal even te laten branden. Hij heeft allemaal verse korreltjes in zijn bak gelegd. En als je hem nu zou uitzetten, dan blokkeerde die eigenlijk voor de volgende keer de verbranding. Dus het is eigenlijk belangrijk dat hij hem even kan wegbranden. Dus laat hem sowieso standaard even een kwartiertje branden. En hoe lang je hem daarna laat branden, dat maakt eigenlijk niet uit. Dan hebben we nog één dingetje. Dat zijn de pelletkorrels. De pelletkorrels kun je bijvullen met die emmer. En in de schuur die ik je straks laat zien, kun je extra pelletkorrels krijgen of pakken. En je ziet dat deze nu voor de helft leeg is. En het is belangrijk om hem op tijd bij te vullen, want anders gaat hij in een soort van noodstaat. In die zin dat hij dan uitgaat en dan krijg je hem eigenlijk ook heel moeilijk aan. Dus echt belangrijk om hem op tijd bij te vullen. Nou, we hebben ook een airco naast de pelletkachel. Je zou denken dat je die in de winter niet nodig hebt. Dat kan wel handig zijn. Vooral omdat ik adviseer om als je gaat slapen de pelletkachel uit te zetten. En mocht je het fijn vinden om toch wat verwarming te willen 's nachts, dan kun je de airco gebruiken. Er zit namelijk ook een verwarmingsfunctie op. En in de zomer kun je hem gebruiken natuurlijk om te koelen. Dit is de afstandsbediening. Ja, er zit een uitknop op, zet je hem uit. En de airco knop, die heet cool. Je kunt natuurlijk de temperatuur hier veranderen. En een knop verwarmen met heat. Er zitten nog een aantal andere knoppen op. Ik zou zeggen, daar hoef je eigenlijk niet aan te zitten. Enkel met cool en heat en temperatuur kun je alles regelen. In het huisje zit een heel mooi licht verwerkt in de houten balken die je hier ziet. Ik wil je graag laten zien hoe je hem aan moet doen, maar ook hoe je hem kunt gebruiken. Je zit hier achter het gordijn. Het is de bovenste knop. Die druk je 1 keer in. En dan zie je dat daar het licht aangaat. En druk ik de knop wat langer in. Dan zie je dat er een dimmerfunctie op zit, waarmee de verlichting harder en zachter kan zetten. En door 1 keer te drukken gaat hij ook weer uit. Oké, we staan nu in de badkamer. Het enige wat ik hier graag zou willen vertellen is hoe je wisselt tussen de hoofddouche en de handdouche. En dat doe je door middel van dit pinnetje in te drukken of uit te drukken. Het gaat soms wat stroef, maar je moet even, als je wat kracht zet, ook niet te hard, dan lukt het wel. Nou, het is bijna tijd om naar bed te gaan. Het bed is boven. Je hoeft niet loodrecht naar boven toe te lopen. Er zit hier een pinnetje, die kun je uitdrukken. En dan zo gaat de trap naar beneden. En als je overdag
niet meer naar boven hoeft, kun je de trap weer terugzetten met het pinnetje. En dan staat hij vast. Nou, we staan hier ook bij de deur. Dat is tussen het huis en de tiny houses. Met de ingang tot de berging, waar eigenlijk de palletkorrels liggen. En eventueel ook handdoeken bijvoorbeeld, mocht je die nodig hebben. De sleutel die zit ook in hetzelfde sleutelkluisje. Je hebt daar de code van ontvangen. En ik laat je nu even kort zien hoe het eruit ziet. Ja, dit is de berging. Je ziet hier, er is voldoende palletkorrels voor om een lekker avondje te stoken. Er zijn ook handdoeken eventueel nog, die zitten in de boxen. En mocht je iets anders nodig hebben, laat het ons weten.